Hallo meneer. Hallo. Mag ik vragen wat u gekocht heeft? Ja, ik heb wat klusspullen gekocht. Ik ga even bij mijn zoon een beetje klussen. Ik heb een huis daar gekocht. En, mag ik met u mee? Ja, als u het leuk vindt om even een beetje kluswerk te zien, prima. Kom maar mee. Ik ga even goed kijken. Dienstboer, ik meeneem. Ja, eigen spulletjes, dat is altijd met vader en zoon klus. Ik ben hem aan het helpen, want hij heeft dit appartement en het is leuk. En ik ben deels met pensioen en deels werk ik nog wat. En dan vind ik dat eigenlijk met mijn handen werken is eigenlijk ontzettend leuk. En wat het leukste eigenlijk is, is dat rustig aandoen. En niet denken, de klus moet binnen een uur af, want dat gaat eigenlijk nooit op. Ja. Er komt een zonnedoek, want ja, ik kan hier echt midden op de dag een beetje warm worden, vooral die zon. Als ik hier wil zitten met mijn blote hoofd, dat is niet zo goed. Dus een zonscherm, dat moet er wel gekocht worden, maar ik heb alvast wat haken even gekocht. Op 5? Ja, oké. Okay. Okay. Goed. Met pensioen bent, valt dat op? Dat u zonder druk en stress... Ja. Nou, was dat zo'n ding dan, tijdens uw werkend leven? Ja, echt wel. Ja. Ik werkte toch wel 50, 60 uur in de week. Ja. Wat voor werk was dat dan? Ik ben huisarts geweest, altijd. Ja, dat is natuurlijk volle dagen. Hè. Dan begon ik om 8 uur, was vaak 's avonds pas om 7:30 thuis. En daarnaast deed ik ook nog wetenschappelijk werk. Dus 2 banen, 3 banen eigenlijk wel. Dan is het heel erg afgepast. Was hij wel eens thuis? Jawel, jawel, zeker. Ja, ook veel aan het werk, maar ook heel veel thuis en zeker tijd voor ons ook. Ja. Maar merkte je dat hij altijd heel druk was? Ja, wel enigszins. Niet te druk, maar ik vind het verschil wel groot sinds hij met pensioen is. Wat meer ruimte in zijn hoofd, denk ik. En ja, nog meer tijd ook voor ons. Mijn broertje en zusje wonen ook in Amsterdam. Maar het is allemaal kwalitatief... verbeterd, hoor ik. Ja. Maar ik vind het wel fijn om te horen dat hij het kwalitatief in het verleden ook nog wel goed vond. En dat had met thuiswerken te maken ook. Dan werkte ik een deel ook thuis. U liep op de tijd vooruit met het thuiswerken. Ja, ik geloof dat ik mijn eerste telefonische vergadering, wanneer deed ik dat? 1989 of zo. Echt? Ja, dat was echt pionieren. Weet je wat ik deed? Ik had zo'n koptelefoon, als jij nu hebt. Dan had ik mijn gewone telefoon, die plakte ik daaronder met plastic, plakte ik die vast. En dan had ik mijn handen vrij om aan de computer te zitten. Dank u wel en succes met het pensioen. Ja, gaat helemaal lukken, dank je wel. Ai, ai. Jo, doei.